leukste dorp van Drenthe. Welkom bij het leukste dorp van Drenthe. Vandaag in Persen. En een heleboel in Persen. Goedenavond. Goedenavond. Dit is Hart van Persen vanuit het leukste dorp van Drenthe, Persen. Er is van alles te doen in dit fantastische dorp. We gaan nu eerst kijken naar de paarden van meneesje Smit. Wat voor paard heeft u hier? Dit is een 7-jarige. Die heb ik nu een jaar of die heb ik als 2-jarige gekocht. En die ben ik sinds een maand of 8 echt aan het trainen voor de wedstrijden. En welke manege is het nou dat u bij rijdt? Manege Smit, hier uit Persen. En dat is hier vlakbij? Ja, dat is vlakbij. En dat is heerlijk trainen. Twee grote banen, binnenbanen. En het is allemaal top in orde eigenlijk. Bevalt het een beetje in Persen? Still I run out of time. It's hard to get through till the bird on the wall. Ja, hartstikke mooi zo'n Hart van Persen, maar dit logo, dat stiet er niet voor niks. En wij gaan hem kijken bij Dierenwaaimakers. Dat is de motocross. Op mijn mooie rode motor. Daar leuk ik erop los. Door de knippen in de leeuw. Zeg Wiebo, ben jullie een beetje te groot voor crossmotor? Nou, dat denk ik niet. We zijn wel jong begonnen, maar hier is wel wat ervaring voor nodig. Kan ik even een stukje met erin? Jazeker. En denk er maar niet over een bulde, hè? Ik moet weer heel in persen komen. Nou, dit is dan het mozaïek van Persen. Albert Eemhuis, vertel eens, wat ziet we? Ja, Persen is natuurlijk bekend om zijn boot. Die hebben we helemaal centraal gesteld. En alles wat er hem toegebeurt, heeft impact in de boot. Want uiteindelijk, dat is 8000 jaar geschiedenis wat hier zit. En die foto's natuurlijk niet, maar we zien mensen op die naar de school. We zien ze erop die vroeger militair waren. We zien ze erop die aan het koorden waren. Dus mieten, de soortmieten staan erop. Al Café Moes die erop. In totaal hebben we 400 foto's bij elkaar geschadeld. Wie bent u? Basis de Trea. En wat is nou de bedoeling, dat ik hier ga zitten? Ja. Nou, gaat dat goed zo met die bol en met mijn zender samen? Ja, prima. Ik voorspel de toekomst. Ook over Persen? Ja, zal ik eens even goed kijken. Persen is al geëindigd bij de laatste 10 van mooiste dorp van Drenthe. Maar die anderen, die mogen wel inpakken, want wij gooien voor de titel. Dit is het leukste dorp, met het toneelbiljart en nu maar niet erop. Neemt die met ja? Hè? Die beste lunch die is ja zo. Doe nou toch eens, man. Hè? Ja. Kom op nou. Help mij eens in. Nou, vooruit dan maar. Beste lunchen! Nou, dat
Dat zal toch zeker niet de bedoeling wezen. En dan een overheerlijke dorpslunch in Persen van de broertjes Hup. Smaakt het een beetje? Dat is mooi. Ja? Ja, mooi om te horen dat het allemaal smaakt. Maar zie de chic uit, joh. Vanochtend vroeg al begint met broodjes maken. Ze hebben morgen vroeg begonnen, ja. Extra vroeg uit bed, alles voor het dorp over, hè. En jullie hebben misschien een restaurant. Giet dat wel een beetje met drie breurs achter het roer? Met z'n drieën, ja, het giet nou goed. Oh, het giet nou goed? Het ging eerst niet goed? Ja, eerst niet. Af en toe hebben we een gezeur zo, maar nee, dat giet allemaal mooi. Nou, Persen, eet smakelijk. Het is weer tijd voor het historische muziekweekend in Persen. Ja, absoluut. En dit is echt volgens mij een 90s line-up. Ja, we hebben de Teaspoon, Party Animals, Two Brothers on the Fourth Floor en Paul Elstak. Ik denk dat de mensen uit hun dag gaan vrijdagavond. Dat wordt stuiteren. Absoluut. En uiteraard traditiegetrouw normaal. Ja, als je elk jaar een uitverkochte tent hebt, dan ga je daar lekker vrolijk mee door. Het is bijna uitverkocht, dus als je er nog bij wil zijn, snel. Trekkertoertocht hier met de trekkers, daar jouw groep. Ja. Wat is er zo leuk aan om met al die mensen op pad te gaan met een trekker? Ja, dat is het evenement van PES eigenlijk. Dat is één keer per jaar. Er komen er wel 130 trekkers deze kant op uit de wijde omgeving. En dan gaan we een hele zondagmiddag achter elkaar aanrijden, zeg maar. Ja, dat is ja, ontspannend, gezellig, met collega's, vrienden, bekenden. Ja, gewoon sfeer. Ja, en dan het historisch lied van Persen. Hey William, waar giet dat over? Ja, dat giet uiteraard over een boot. Want als je Wikipedia aantikt, ja, dan kreeg je alleen maar informatie over een hele interessante boot. En daar giet het over, maar ook natuurlijk de feesten, de gezelligheid. En eigenlijk is Persen precies goed. Wee God, luisteren door het historisch lied van Persen. Dit is het leukste dorp van Drenthe uiteraard. Door het vinden van een boot ziet Persen op de kaart. Dit mooie stukje platteland, ontstaan door moeras, vingers en zand. Ja, dit is het leukste dorp. Hier staan held die sterk, dat geeft ons goeie moed. Dat kan alleen in dit dorp, ja, Persen precies goed. Hij Persen moet ons schrijven, groot geworden door klein te blijven. Ja, dit is het leukste dorp. Komt ie jongens, hè? Ja, dit is Persen, hier kom ik vandaan. Ja, dit is Persen, de reden dat wij hier staan. Dit is het mooie dorp tussen Assen en Hogeveen. Aan de A28 Garmar is heen. Ja, dit is Persen, hier kom ik vandaan. Ja, dit is Persen, de reden dat wij hier staan. Hier ligt dat mooie dorp tussen Assen en Hogeveen. Aan de A28 Galdemarsveen. Ja, dit is Persen, hier kom ik vandaan. Ja, dit is Persen, de reden dat wij hier staan. Hier ligt dat mooie dorp tussen Assen en Hogeveen. Aan de A28 Galdemarsveen. Jullie! Ja, dit is Persen, hier kom ik vandaan. Tussen Assen en Hogeveen, aan de A28 Gouden Morris. Deze jongens en meiden uit Persen, die staan 15 juni in het Tamboer met een eigen musical, Love Dealer. Waar gaat het over? Nou, het verhaal gaat over twee zusjes. Ze weten het eerst niet, maar ze komen er door een gebeurtenis komen ze erachter dat ze tweelingzusjes zijn. En daardoor komen allemaal problemen. En als jullie willen zien wat de problemen dan wat het zijn, dan moeten jullie komen kijken. Kunnen die vast een stukje laten horen? En dan onze burgemeester Karel Lohuis. Hij reisde vanmiddag speciaal af naar Persen, het leukste dorp van Drenthe, om ballonnen op te laten met de kinderen van Persen. Drie, twee, één,
Met het oplaten van de ballonnen zit deze Hart van Pessen er alweer bijna op. Ja, maar we gaan eerst nog even naar het weer met onze Piet Pessema. Het weer in Drenthe is vandaag heel wisselend. We kijken even naar de kaart. In Ruinerwold ziet u een grote depressie hangen. Nou, en zoals je ziet, het is hier echt heel slecht weer in het Perendorp. Perenweer! Ja, zeg maar gerust, klerenweer! Gaan we verder met het barbecue weer bij de spekbakkers. Het barbecue weer krijgt van mij een 2. Gaan we verder naar Dwingelo, het groenste dorp van Europa. Nou, zeg maar gerust, het witste dorp van Europa. We gaan hier gauw weer weg. Kom ik nu vanuit een zonovergoten Pessen. Ja, u ziet het, het zonnetje is erbij. Er staat weinig wind, windkracht 1. Het insmeerweer krijgt in Pessen van ons een dikke 10. Wat zeggen we vanuit Pessen? Precies goed! Und morgen en tot morgen. Dit was Pessen. Morgen zijn we in Eelde-Paterswolde met het leukste dorp van Drenthe. Tot dan! Yeah. Pessen, precies goed!